Is hem gefeliciteerd. Waren sowieso nog broodnodige punten ook. Dankjewel, man. Sorry? Het was... waren broodnodige punten. Ja, zeker. Het was broodnodig. Volgens mij zijn we nu veilig. Dus nu kun je gewoon lekker voetballen. Kijken dan naar jouw spel. Ja, dit is geen niveau voor jou. Ja, ik doe mijn best voor de jongens. Ja, maar je hebt wel ongelooflijk veel plezier in. Ja, zeker. Je moet er wat van maken. Hè? Of je bent de hele tijd sober. Of ja, je maakt er wat van. En het spat er gewoon uit. Je ziet het. Het team gaat gewoon goed. Mooie goals. Ja, met name je steekpaasjes. Ja, dat is wel even mijn kwaliteit, Leo. Handelsmerkje. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, het is gewoon, die jongens lopen ook gewoon goed vrij en het niveau is iets te laag voor mij. Dus, ja. Kijkende naar het presteren van Hovenkubo 2, topklasse niveau. Eigenlijk zou deze formatie zo snel mogelijk een trapje hoger moeten, maar dat zit er dit seizoen eigenlijk niet meer in. Nee, dat klopt. Omdat wij af en toe niet compleet zijn of dan heb je weer geblesseerde spelers, jongens die op wereldreis gaan. En... etcetera, etcetera. Maar als ze wel gewoon compleet zijn, dan doe je makkelijk mee met de bovenste drie. Ja, want dit ging wel heel gemakkelijk tegen Zwagen. Ja, zeker. Maar ja, ze miste ook een goede speler die het verschil ook kan maken. Dus dat was ook wel een minpunt voor hun, maar een pluspunt voor ons. Ja, 11-4 is het. Dus, ja, dat zijn duidelijke cijfers. Even in werden jullie bijna in de luren gelegd in de wedstrijd. Door twee goals van de veteraan Richard Brouwer. Ja, dat is een beetje nonchalantheid en ervaring van die jongens ook. Die weten ook van. Ze weten als op een gegeven moment zo'n team 4-5 doelpunten vooruitlopen, dan gaan ze nonchalant doen. En gaan ze nog wat stekers laten vallen. En dan maakt hij optimaal gebruik van. En dan. Is het de kunst om weer op te staan als team en niet met een gelijkspel of zomaar verliezen van het veld af te stappen? Ik zei het al, ik zag je met plezier spelen. Heb je straks ook plezier in de derde helft? Ja, zeker. We gaan lekker de kantine in en we gaan een feestje bouwen. Ja, 6 punten. Dus een mooie afsluiter. En op naar de bekerwedstrijd met de Hovenkubo 1. Dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Deze komt wel even vies hard aan. Ja, nou ja, je hebt wel eens van die wedstrijden, Leo. Laten we het daar maar op houden. Ja. Nee, dit was bedroevend. Ja, terwijl het eigenlijk een 6-puntenwedstrijd was om weer een beetje aansluiting met de minimo te krijgen. Ja, kijk, daar kijk je naar natuurlijk. Dat weet je. Als je hem wint, dan kom je boven Hovo. Ja, nu lopen zij nog een stuk verder uit. Althans is dat voor ons niet het grootste doel natuurlijk. We willen gewoon lekker mee voetballen. Alleen met lekker mee voetballen, dat ziet er niet echt naar uit. Ja, dat wou ik net zeggen. Vandaag ook een behoorlijke schrobbering. Maar het hele seizoen is het al een beetje kwakkelen met jullie. Dan spelen jullie weer de sterren van de hemel en dan is het weer helemaal niks. Nou, kijk, qua potentie en spelersmateriaal dan moet je eigenlijk wekelijks de sterren van de hemel voetballen. Om jouw woorden maar te gebruiken. Ja. Maar ja, op de een of andere manier loopt het niet. Ik bedoel, de hele tweede helft, het zat er niet in. Dat merk je aan alles. De jongens hebben de tweede helft ook zelf gewisseld. En dan is het leuk dat je tegen een Hovo speelt. Een hoop gelachen in het veld, even goed. Weet je, en ja, dan moet je daar je plezier maar uit halen. Ja, dat was nog even lachen. Veteraan Brouwer die nog eventjes een oprisping had met 2 doelpunten. Ja, nou ja, weet je, als je dan door Kevin een beetje getriggerd wordt, dan willen de mannen toch laten zien wat ze kunnen. En ja, en dan is het leuk als het een paar keer lukt. 10 punten thans vergaard in de competitie. Doelstelling bij jullie is gewoon handhaving, topklasse. Hoger hoeft allemaal niet. Maar je moet ook niet lager willen spelen. Nee, lager willen we niet spelen. Maar goed, dat gaat het probleem ook niet worden. Ik bedoel dat ze straks allemaal gewoon fit zijn. Jury komt straks weer terug. Nou, dat scheelt voor ons zeker. Ja. Maar dan nog ook zonder Jury moeten we gewoon hoger staan dan we nu staan. Ik wil zeggen, je hebt nog voldoende materiaal wat kan scoren. Ja, zeer zeker. Alleen, nou ja, goed, kijk, vorige week ga je met 1 wissel, moet je uit. Om 10 uur, ja, dan weet je al gewoon dat het lastig wordt. Die week daarvoor 1 wissel, keeper na 8 minuten geblesseerd. Ja, dan mis je gewoon al punten. Maar goed, die komen wel. Zal na de winterstop het kwartje naar de andere kant op gaan vallen? Anders gezegd, zou je dan wat meer geluk hebben als ploeg zijnde? Nou ja, kijk, in theorie wel natuurlijk. Hè. De praktijk gaat het uitwijzen.